De Mol zoekt dit jaar de balans in extremen. Van glanzend hoog naar maagdelijk wit. Van overbevolkt naar ongerept. We werpen een blik in de toekomst. En de Mol zal zich ook onder zeer primitieve omstandigheden moeten handhaven. Maar uiteraard past die Mol zich moeiteloos aan. Dat moet ook wel, want de tegenstanders zijn niet mis. 9 bekende Nederlanders, en niet de minste, voeren opdrachten uit en verdienen daarbij succes geld mee voor de pot. Ze openen de jacht in deze wereldstad, op een van de 236 eilanden die samen Hongkong vormen. Het geld dat ze verdienen gaat in de pot. En die wordt gewonnen door de kandidaat die aan het einde van onze reis het antwoord heeft op de cruciale vraag. Wie is de Mol?